In deze film maken we van een zwart-wit foto een kleurenfoto. Een zwart-wit foto bevat alleen informatie over licht en donker en niet over kleur. En in Lightroom ben je in staat om daar wel informatie over kleur in te brengen. En dat doe je via het aanpassingspenseel. Dat aanpassingspenseel dat vind je hierboven. Het is een soort van toverstaf. Als je daarop klikt, dan krijg je het volgende menu voor je. En om te beginnen is het misschien makkelijk om dat even geheel te resetten. En dat kan hierboven. Als je bij effect gaat staan en je houdt de Alt ingedrukt, dan kun je daarop klikken en dan worden alle sliders gewoon keurig naar nul gereset. Hoe gaan we nou kleur inbrengen? Om te beginnen ik ga je eerst een kleur kiezen en die kleur die kies je hieronder. Je klikt er gewoon op en je krijgt een kleurenkiezer en laat ik eens even gewoon simpel blauw kiezen. Het enige wat ik nu hoef te doen is gewoon aan te geven op de foto waar ik die kleur wil hebben en dat doe je dus met het penseel. Je hebt voor het penseel verschillende opties. Je hebt de grootte. Dat spreekt op zich een klein beetje voor zich. De grootte is ook te bepalen met de haakjes toetsen. En je hebt de doezelaar. En de doezelaar bepaalt of je een hard of een zacht penseel krijgt. En ik kies in dit geval gewoon even voor een hard penseel. En als je nou gaat schilderen, dan zie je in de achtergrond dat ik langzaamaan blauw krijg. En op de lichtere gebieden valt dat misschien wat beter op. En ik schilder zo even over de achtergrond heen. Niet te dicht bij mijn model of bij de andere randen, dat ga ik zo meteen een klein beetje anders aanpakken. En als je nou wil weten of je goed aan het verven bent, je kunt ook het overlay masker tonen. En dat doe je met de sneltoets O. Of dat vind je hier onderaan en dan zie je dat ik her en der toch wel wat gemist heb. Op zich is de achtergrond nu globaal ingekleurd. Ik zet het masker overlay weer even uit. Maar je ziet dat bij het hoofd van het model bijvoorbeeld, dat ik daar nog niet eens in de buurt kom. Dus ik zoom een beetje in, één op één in dit geval. En ik selecteer hier het hoofd. Ik kan nu doorgaan verven, maar bij de overgang met het haar is het natuurlijk allemaal wat preciezer. Dus ik ga de doezelaar een klein beetje aanzetten. En ik zet mijn bereikmasker in dit geval op luminantie. En dat is een verschil in licht. En ik ga gewoon weer door met verven. Nou, op de hele lichte gebieden zal ik enigszins beschermd worden met mijn verven. Dan zal die de achtergrond gewoon blijven hanteren. Maar wanneer het wat donkerder wordt, ik ga er nu expres even overheen, dan zie je dat ik gewoon in het haar kom. Nou, dan kun je bij penseel kiezen voor de optie wissen en dan krijg je een soort ja, van gummetje, kun je dingen weer uitzetten. En ik druk weer op de A om een van de twee kwasten te krijgen en ik ga gewoon weer door met schilderen. En op deze manier moet je eigenlijk gewoon even heel je foto afgaan. En je kunt je voorstellen dat dit op zich best wel een... Uh, ja, Vervelend karweitje laat ik het gewoon even netjes zeggen. Het is nou eenmaal zo, wil je dit in Lightroom doen? Ja, dan ben je hier aan gebonden. Ik ga nog even naar de masker overlay om makkelijker in te kleuren. En met de haakjes toetsen maak ik mijn kwast wat groter, dan gaat het ook gewoon sneller. En ik doe dit in dit geval vrij grof. Wil je dit precies doen? Ja, dan zul je hier gewoon echt de tijd voor moeten nemen. En ik vind in het kader van het filmpje dat het eigenlijk gewoon een beetje zonde van de tijd is. Dus ik ga hier echt gewoon heel grof doorheen. En nogmaals, als je uitschiet, druk op wissen. En je kunt het gewoon weer ongedaan maken. De achtergrond is nu eigenlijk wel gedaan. Maar je ziet dat die achtergrond in dit geval blauw is. En blauw is nou niet de kleur die ik in mijn achtergrond wil hebben. Dus als ik op de kleur klik, kan ik gewoon een andere kleur kiezen. En ik kies bijvoorbeeld voor een. Ja, een rode tint. Maar ik wil eigenlijk naar bruin. En bruin komt niet voor in de kleurenkiezer. Nou, geen probleem, want ook de andere opties zijn nog steeds van kracht. Dus ik kan de belichting aanpassen en het daarmee wat donkerder maken. Krijg ik al meer bruin. En ik zou de verzadigingen bijvoorbeeld wat uit kunnen halen. Nou, dan zou je hier aan de slider van verzadiging kunnen trekken. Maar dat heeft eigenlijk gewoon helemaal geen effect. Want de verzadiging zit bij de kleur inbegrepen en die vind je hieronder dus ik kies voor deze tint. dan is het zaak om het volgende stuk aan te pakken. laat ik bijvoorbeeld eens de huid aanpakken. ik klik op gereed hieronder en ik ga weer terug naar het gewone Lightroom en ik maak een nieuw aanpassingspenseel aan. en in dit geval kies ik een beetje voor een huidtint en ik zoom weer in naar het gezicht en ik ga wederom schilderen. en als je nu denkt van, hé, hey, dit komt toch eigenlijk wel heel precies met alle kleine details, je kunt nog verder inzoomen dan één op één. Dat kun je hierboven op deze uh, drop-down. Kun je bijvoorbeeld kiezen voor nou, in dit geval 4 op 1 inzoomen. En dan kun je al een stuk preciezer werken. Wil je nu je foto een stukje verplaatsen, dan kun je de spatie ingedrukt houden, krijg je een handje en dan kun je de foto een klein stukje verleggen. En ook de huid is op deze manier gedaan. En wat je nou eigenlijk moet doen is gewoon alles wat je uh, vindt dat een kleur moet krijgen, dat moet je gewoon in Lightroom nou gewoon even keurig gaan inkleuren. Uh, ja, dat is gewoon een heel tijdrovend kavij. Ga er gewoon voor zitten. En als ik heel eerlijk moet zijn, ik vind eigenlijk stiekem gezegd dat je dit beter in Photoshop kunt gaan doen in plaats van in Lightroom. Maar het gaat er in dit filmpje even over dat de mogelijkheden er zijn. Ik ga je ook niet laten kijken hoe ik dit allemaal op mijn gemak ga zitten selecteren. Ik ga gewoon her en der knippen in de film. Anders duurt het allemaal gewoon veel te lang. Globaal genomen heb ik nu alle kleuren in feite wel ingekleurd. Um, is het mooi? Nee, nog niet. Kan het mooier? Ja, zeker. En dat ga ik je nu ook laten zien. Wanneer je weer terug gaat naar het aanpassingspenseel, dan kun je natuurlijk ook nog gewoon aanpassingen maken op de dingen die je al gedaan hebt. Wanneer je boven de foto gaat staan, dan krijg je een paar bolletjes te zien en dat gaat over de gebieden waarin ik gewerkt heb. Dat zijn de bewerkingspunten. Zie je die nou niet, dan zou je hieronder kunnen kiezen voor bewerkingspunten tonen. Automatisch altijd de geselecteerde of nooit. Nou, en ik kies in dit geval even voor altijd, maakt het makkelijker. En ga ik nu in de buurt van. Een van die punten staan, dan wordt mijn cursor een handje. Blijf je erboven staan, krijg je de masker te zien. En als je hem aanklikt, dan ga je eigenlijk terug naar de bewerkingen daarin. Dus ik kan bijvoorbeeld een andere kleur kiezen. Laat ik even blauw nemen. Dan zie je dat mijn doek hieronderin dat dat blauw wordt. Eventueel kun je ook nog gewoon opnieuw schilderen. Maar je kunt dus aanpassingen maken die beter passen bij de rest van je foto. Een van de dingen die ik in dit geval niet mooi vind is de kleur van haar lippen. Dus die ga ik aanpassen. Ik maak dat donkerder en ik haal daar de verzadiging een heel stuk uit. En ik besluit toch om het een stukje lichter te maken nog. Dat het in ieder geval beter in balans is. En ook haar haar. Ja, het is wel blond, maar het is natuurlijk niet de toon die bij de foto past. Op deze manier oogt het al veel mooier. En de achtergrond ben ik eigenlijk ook nog niet helemaal happy mee. Dus ook die ga ik nog aanpassen. Ik vind hem te rood en te donker. En zo vind ik hem op zich beter passen. Maar dit is dus hoe je een zwart-wit foto eventueel in zou kunnen kleuren. Wil je het erg precies doen, is het een helskarwei, vergt het heel veel tijd en ik wil je eigenlijk ook adviseren, wil je dit serieus doen, ga dan gewoon naar Photoshop. Heb ik al een keer een film over gemaakt, klik hierboven daarop even. Je kunt in Photoshop namelijk vele malen beter en makkelijker selecteren dan dat je alles moet inverven met het aanpassingspenseel in Lightroom. Ik zou zeggen tot zover, bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en doei doei!